Ja, wij zagen de borden verschijnen bij het station, maar ook wel bij scholen zelfs van een jeugdorganisatie en een jeugdzorgorganisatie. En dat verbaasde ons en vandaar dat wij een aantal vragen stelden daarover. Want volgens onze APV mogen dat alleen maar borden zijn voor die maatschappelijke doeleinden bestemmen. En onze fractie vraagt zich af of hier het wel over maatschappelijke doelen gaat of dat er meer een commercieel belang achter zit. Verder proberen we natuurlijk de kosten van jeugdzorg in de gaten te houden en juist in te zetten op preventie. Onze vraag is dan, past deze campagne bij ons beleid? En we hadden een heleboel vragen. Hè. Is de verwachting dat meer aanbieders deze actieve reclamecampagnes in gaan zetten? Met andere woorden, leidt het nieuwe inkoopbeleid tot een wedstrijd wie maar het meeste aanvragers binnenhaalt? Want dat kan volgens ons niet de bedoeling zijn. Verwacht het college dat dit soort campagnes tot een aanzuigende werking gaan leiden, waardoor ons jeugdzorgbudget nog verder onder druk komt te staan? En de vraag natuurlijk er is dit Aaltens publiek geld dat bestemd is voor jeugdzorg die nu in een reclamecampagne gaat zitten? En onze laatste vraag was, kan het college nog actie ondernemen om dit soort advertenties te voorkomen? En misschien een tip van waardoor een duidelijker te maken, zeg maar, waar mensen die in de problemen zitten wel terecht kunnen. Hè, ons beroemde loketfunctie. Dus we hopen dat de wethouder wat duidelijkheid kan scheppen. Grapje, want het is nog steeds marktwerking. Hè? De aanbieders die mogen reclame maken voor datgene wat zij aanbieden. De ene doet dat met glossy folders. Bijvoorbeeld Sius, voormalige Lichtenvoorde, die heeft mooie folders gemaakt. Ander doet dat met mooie websites. En weer een ander doet dat met billboards of abris, zoals ze dat in Doetinchem doen. Dus dat mag, dat is niet verboden. Want het is zo natuurlijk dat in de nieuwe aanbesteding ook nieuwe aanbieders zijn gekomen. Dit is er een van, hè, Cures uit Lochem. Ja, en die moet natuurlijk zijn aanbod moet die bekendmaken onder degene die daar eventueel gebruik van maken. Ja, ik was net zo verwonderd eigenlijk als u, van het past niet helemaal natuurlijk bij het idee van jeugdzorg en maatschappelijke ontwikkeling. Maar het is niet verboden en het zijn bedrijven die reclame mogen maken voor hun activiteiten. En nou, dan kijk je naar onze APV. Daar staat inderdaad in de artikel, even kijken, ik heb het ergens opgezocht, artikel 2.10. Dan kunnen wij dus zeg maar standplaatsen of standplaatsen voor borden afgeven. Alleen voor evenementen en voor maatschappelijke of culturele doeleinden. En daar kun je hierover twisten. En we hebben intern ook even over gehad. Dat had waarschijnlijk niet gemoeten. Aan de andere kant denk ik als een aanbieder voor jeugdzorg hier een aanvraag doet. En dan denk je al gauw dat is een maatschappelijke activiteit. En dan denk je niet meteen aan een commerciële organisatie. Daar zullen we in het vervolg wat beter op letten. En ook wat scherper formuleren. Wat is nou een commerciële activiteit en wat is een maatschappelijke activiteit? Zo'n jeugdzorgaanbieder doet natuurlijk heel duidelijk die maatschappelijke activiteiten. Maar wel, en zo hebben we het nou eenmaal georganiseerd in Nederland. Wel met een zodanig doel dat hij daar ook geld aan moet verdienen om zijn organisatie overeind te houden. Dus daar zullen we in elk geval nader op letten. U legt ook de verbinding met preventie, dat is wel wat anders. Hè. Dit is natuurlijk reclame voor geïndiceerde zorg. Dat staat los van al onze preventieactiviteiten, want we proberen zoveel mogelijk mensen en inwoners die hulp nodig hebben in de sociale basis te helpen. In de algemene voorzieningen, dus niet in de geïndiceerde voorzieningen. Dit zijn geïndiceerde voorzieningen, dus het beleid zal daar niet door veranderen, dat we dus ook zoveel mogelijk proberen jeugdigen, maar ook mensen die onder de WMO vallen, daar ging dat in dit geval niet om, dit ging over jeugdigen, zoveel mogelijk in de sociale basis te helpen. Heeft het een aantrekkende werking? Wij denken van niet, omdat uiteindelijk natuurlijk, dat heeft u ook in de voorlichting gezien, de toegang bepaald wordt in een soort driehoeksgesprek tussen onze indicatiesteller van de gemeente, of in een ander geval een gecertificeerde instelling of de rechter. Maar in een normaal geval, zeker in dit gaat over ambulante jeugdhulpverlening. Dus een driegesprek tussen aanbieder, tussen inwoner en tussen indicatiesteller. En daar wordt gekeken wat de beste hulp is en wat de beste aanbod is en wat het beste voor die cliënt is. En dat staat onafhankelijk van reclamecampagnes of wat dan ook. Aan de andere kant, ja, wij moeten natuurlijk wel weten wat er allemaal is. Nou,
net wat ik zeg, één aanbieder die maakt mooie websites, de ander maakt mooie folders. We hebben al van één aanbieder het aanbod gehad om eens een soort markt te organiseren, waar onze consulenten ook terecht kunnen om te horen wat ze nou allemaal kunnen. Dat is natuurlijk wel van belang om het goede aanbod toe te wijzen. Dus wij nemen geen actie op dit soort uitingen te verbieden of wat dan ook. We zullen alleen wel goed kijken voor die billboards of we daar de juiste dingen voor toepassen. Maar het staat mensen natuurlijk ook vrij om advertenties te zetten of wat dan ook. Nou, we denken dus niet dat het een aanzuigende werking heeft. En ik kan u geruststellen, dit geld wat die aanbiedings kosten, dat komt niet uit de aanbesteding. Want daar hebben we natuurlijk een aanbesteding gedaan. Daar is een prijs afgegeven. Natuurlijk, als je heel verder door kunt redeneren, maar zo is dat nou sowieso in het leven natuurlijk. Die kostprijs van een aanbieder, die zal ook reclame en een kantoor en auto's en weet ik veel omvatten. Maar ja, dat is wel het systeem waarvoor we gekozen hebben en wat in Nederland nog steeds geldt. Dus we kunnen nog in gesprek gaan met aanbieders en zeggen, nou ja, geef goede voorlichting. Reclame is in principe natuurlijk ook wel voorlichting. Ja, maar we kunnen dat verder niet verbieden en dat willen we ook niet, want ook reclame of voorlichting of PR kan ertoe bijdragen dat de juiste keuzes gemaakt worden.